Goedemorgen, welkom allemaal. Mooie zaterdagochtend in oktober. En eindelijk weer een hele mooie expositie van de VIP. Verf, inspiratie, potlood en perceel. Ik heb even goed opgelet. Maar dat geeft wel aan waar jullie mee bezig zijn. Inderdaad, onder leiding van ervaren docenten. Veel groepen, hele goede vereniging. Ik kreeg een hele mooie warme uitnodiging. Ik heb al een blik geworpen op diverse dingen. Het is van landschappen naar personen, beesten en hele mooie dingen. Ik zag ook dingen in de buurt. En ik denk dat er een hele mooie prestatie door jullie is neergezet. En ik hoop dat jullie er zelf ook trots op zijn, want ik vind het heel mooi. En ik hoop gewoon dat dit mooi door kan gaan. En dat jullie lekker bezig blijven met wat jullie zo mooi vinden, die hobby. Schilderen en tekenen, want kunst is heel belangrijk. En daar genieten heel veel mensen van. Maar ik hoop dat jullie er zelf ook van genieten. Maar jullie mogen nu trots zijn op deze expositie. En dan gaan we dan denk ik nu met z'n allen even openen. Bij de tentoonstelling van de VIP. En de VIP is een teken- en schildervereniging die al best wel een jaar of, ik denk al wel een jaar of 3, 44 bestaat. We zijn begonnen met een heel klein groepje. Mevrouw Gaaimans destijds is ermee begonnen met een man of 6. En uiteindelijk is dat uitgegroeid tot een hele mooie vereniging met zowel kindergroepen, jongere groepen als volwassen groepen. Bij de VIP leren ze van mij als docenten beeldende vorming, verschillende technieken, aquarel, acryl, met pastelkrijt werken. Dus we leren een stukje kunstgeschiedenis, we koppelen er een opdracht aan en dan gaan we samen zoeken van hoe kunnen we een bepaald iets verbeelden. Maar wat ook heel erg belangrijk is bij de groepen, want daarom blijf je er zo lang op, 20, 30 jaar soms, is dat het vooral gezellig is. Dat je als groep gewoon heel gezellig bezig bent. En dat je elkaar kent en dat je ook een stukje lief en leed samen deelt. Dus naast alle theorie en het tekenen en schilderen is vooral eigenlijk samen een groep zijn ook heel erg van belang bij de VIP. Bij de VIP koppelen we ook vaak in het programma een stukje kunstgeschiedenis aan opdracht. Dus zo hebben we vaak een kunststroming, het impressionisme, het fauvisme, het expressionisme. En aan de hand daarvan gaan we schilderen. Iedereen mag daar zijn eigen insteek in hebben, mag zijn eigen manier van werken inzoeken. Maar dan zien we hier in feite dat de boom van Cézanne, impressionist, als item genomen is en daarmee zelf de kleuren en aan de slag is gegaan. Zo zie je hier ook in feite een samenvatting, een abstractie van een landschap. Dus het is niet alleen realistisch werk wat we maken, maar we schilderen ook naar aanleiding van een bepaalde kunststroming. Als we hier verder lopen, dan zien we hier ook het hele gestileerde. Dus de abstractie nog net niet helemaal, maar we zien wel dat de vormen platter geworden zijn. Dus hier hebben we duidelijk een insteek van een bepaalde kunststroming die we besproken hebben en aan de hand daarvan is er gaan schilderen. Dit was een opdracht die we hier vinden. Dus dat was een studie om hetzelfde onderwerp in verschillende manieren te benaderen. Dus vanuit een bepaalde kunststroming. Zo zien we hier linksboven het impressionisme. En dan zien we hier de blauwe ruiter, waar het heel erg samengevat wordt. En waar je al verder weggaat van het realisme. En dan zien we hier een expressionistische bloesemboom in blauw met een gele achtergrond. Dus het is ook vaak een kunst om op een gegeven moment een bepaalde richting te kiezen waar je je onderwerp naartoe schildert. Zo hebben we bij de VIP ook een jongere groep, dat is de leeftijd van 12 tot
20 jaar. En die zijn al best wel heel actief in het schilderen van mooie realistische werken. Zo zien we hier het portret van een piraat, wat eigenlijk prachtig is geschilderd. Super realistisch, met een prachtige materiaaluitdrukking. Zo ook perspectiefoefening, waarbij je ziet dat het al een heel hoog level is in moeilijke hoekjes en draaiingen en een bepaalde perfectie erin zit met slagschaduwen, waardoor het dus heel ruimtelijk wordt. En dan zie je bijvoorbeeld hier ook een prachtig landschap en daar een prachtig landschap, zodat je bij de jeugd al echte talenten ziet ontwikkelen. Behalve de kinderen hebben ook de volwassenen een gezamenlijk project gehad. Het thema onder water. Iedereen maakte op een plaatje een eigen vis of een inktvis of iets anders. Een Portugees oorlogsschip. Nooit van gehoord, maar blijkt te bestaan. En dat is gezamenlijk bij elkaar gebracht. En daar hebben we nog wat belletjes waardoor het totaalplaatje helemaal een geheel wordt. En dan zie je hier hele mooie details van vissen. En zo zie je dat ze samen eigenlijk een heel mooi tableau maken van verschillende vormen onder water. Dus dit is een hele mooie samenkomst van alle leerlingen van de VIP om een gezamenlijk tableau te maken onder water. Bij de VIP hebben ze ook een groep van de basisschool. Want je moet eigenlijk bij de jeugd beginnen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En we zien daar dat ze echte basistechnieken al leren. We zien hier een kleurenstudie van de kinderen tot en met 12 jaar. En daar leren ze eigenlijk kleuren mengen. Dus overgaan van de primaire kleuren naar de volgende kleur. Dus van rood naar paars, naar blauw, naar groen, naar oranje. Dus in feite is dat al een hele goede oefening, een goede opstart om later goed te kunnen schilderen. Ook perspectief leren ze. Ze hebben ook het thema bloesemboom, zoals de volwassenen hebben gehad. En dieren is natuurlijk erg favoriet bij kinderen, dus dat is hartstikke mooi. En dan zie je dat ze er eigen knuffel tekenen. Een winterlandschapje al prachtig verwerkt, waarbij ze leren hoe de perspectief van een huisje werkt. En dit is een mooi gezamenlijk project, waar ze ieder een vlinder mochten schilderen en dat verwerken in een totaal schilderij, zodat je een mooie vrolijke compositie krijgt.